Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, L is bij voor Amor. En vandaag ga ik weer op pad met het MMT Mobiel Medisch Team. En vandaag hebben we de Lifeliner en de Audi Q7. We gaan een voertuigcontrole doen van de Q7. Maar nee, want we gaan naar een persoon die is aangereden door een voertuig. En dat is hier zo. De ambulances, de collega's van de ambulance die gaan al, of die zijn al onderweg. Gezien de plek waar het is in de binnenstad op een brug ga ik gewoon met de auto. Vandaag ben ik alleen, normaal met het MMT deed ik altijd met twee collega's. Ook is het stuur weer terug, daar vroegen jullie namelijk naar. Of ik vroeg het aan jullie en grotendeels van jullie reageerden eigenlijk dat jullie stuur wel weer terug willen. Dus jullie zien mij weer remmen, gas geven, koppeling doet niks. Hoe hard we gaan rechts in beeld en natuurlijk het stuur zelf. Dus laten we gaan. We gaan dus nu A1 naar een persoon aangereden door een auto of een, in ieder geval een voertuig. Het is nog vroeg, het zonnetje komt op, dus het zal wel redelijk druk zijn op de weg met de ochtendspits en zo. Dus we gaan hem meemaken. Voor de rest hebben we niks te melden, behalve dat dit echt een mooie auto is. Of ja, ik vind die Audi Q7 gewoon super vet. Ik vind Audi gewoon super vet en deze in de MMT versie is dan ook super vet. We hebben rood licht, rechts komen die, ik zou ook nog een voetganger, die heeft mij gezien. Altijd rekening houden met de voetgangers. Geen tram, nee, mooi. Ja, en zo gaan we toch een weg zoeken door het verkeer natuurlijk. Hè. Dat is elke dag anders. Het GTA verkeer, weet je nooit wat het je vandaag weer gaat brengen. De rode auto blijft keurig staan. Zo, we zijn weer terug. En nu moet ik wel nog een paar dingen even melden. Of we beginnen gewoon bij het eerste wat ik wilde melden. Sowieso is dat, om even duidelijk te maken, het moment, of jullie hebben gestemd voor het gebruiken van het stuur, dus in beeld weer terug te laten komen. Dat komt deze video wel, maar er zijn nog een paar video's waar ik dat niet heb. En die komen na deze video pas online. Dus jullie zullen deze video waarschijnlijk op dinsdag zien. En die video's waar ik het niet heb, zullen weer op donderdag en zo komen. Dus hou daar even rekening mee. Niet dat jullie, en jullie gaan het gegarandeerd toch doen. Want ik ken inmiddels de meeste kijkers wel. Er zal gegarandeerd weer iemand komen die zegt van ja, maar net had je het, of dinsdag had je sturen, nu weer niet meer. Wat is dit nou voor een onzin en zo. Dat gaat gegarandeerd weer komen. We hebben net de Audi gepakt. Alleen wat ik dus nog wilde zeggen is dat de melding werd gecanceld voor ons. Dat betekent dat we niet nodig waren als mobiel medisch team bij de melding. En dat, ja, dat kan wel eens gebeuren. Dus nu pakken we lekker de helikopter en we wisselen zo een beetje af. Dus nogmaals, het stuur zullen jullie vandaag zien. Natuurlijk niet in de helikopter. Binnenkort even niet als ik weer met andere voertuigen rij. Of misschien, waarschijnlijk met andere voertuigen we even niet. En dan daarna weer gewoon zoals altijd. Of ja, zoals nu dus met het stuur gewoon.
We gaan even gebruik maken van een soort van regels die in ieder geval bij de roleplay reality worden gehandhaafd. De regels zijn geloof ik onzin, maar goed hè. Goed, de Marge C daar heeft de regels gemaakt, dus wij handhaven ze maar. En dat is namelijk dat we zo moeten gaan opstijgen via de landingsbaan, opstijgbaan, hoe je het wilt noemen. Het is mistig en dat is soms een indicatie om niet op te stijgen, maar YOLO, YOLO toch? Wij gaan gewoon opstijgen. Wim kan het gewoon, Wim is alles joh. Wim is motoragent, politieagent, gewoon noodhulp, verkeerspolitieagent. Wat is hier nog? Zulu piloot, MMT piloot, MMT arts, MMT verpleegkundige, solo, MMT medewerker. Brandweerman is hier niet, maar dat kan hij ook vast worden. Wim is gewoon alles. We gaan dus weer naar een persoon die is aangereden. Poging 2, soort van. Zicht om gewoon te kunnen vliegen hoor, dus gaat kei goed. Ik zie de ambulance. Ik zie een parkeerplaats daar zo. Alleen zit er wel wat zitten er wel wat obstakels. Dus wat we gaan doen, ik ga gewoon op straat landen joh. Moet kunnen toch? We gaan alleen niet op het slachtoffer landen. Nee, dat is ook onlogisch dit. We gaan gewoon hier zo landen. Moet lukken met die obstakels. Hier tussenin. Makkelijk. Zo. We zijn er. Nu gaan we naar het ongeval toe. We rennen, normaal komt heli of de politie ons ophalen en die beschermt dan ook nog even de heli. Zodat geen mensen gaan kijken van oh wat een mooie heli en iets kapot maken of misschien wel iets stelen eruit. Ik ga samen met mijn collega hier zo eens kijken wat er los is. Leven is, ja dat, ademhaling goed, saturatie iets aan laag gaan, bloeddruk is goed, temperatuur is goed, hartslag is goed, oké. Okay. Trauma treatment, want ja, hij is aangereden, dus hij heeft een trauma. Dan zal hij ook wel wonden hebben. Nou, maar misschien moeten we even de history, vergeet ik altijd. Ja, meerdere wonden, cruciale bloedingen, hij is een beetje slaperig, allergisch voor penicilline. Hij probeerde een auto te stoppen, ja, die auto stopte dus niet. Ga dan wat medicatie voor me krijgen, dan krijg je dus geen penicilline van me, maar ja, antibiotica dien je niet zo snel op straat toe, dus dat scheelt. En dan kun je met de ambulance mee en dan hoef je niet met mij mee. En dan doe ik jou de groetjes en dan mag je de groetjes thuis doen en dan ben ik weer weg. En dan gaan wij terug naar onze standplaats op de airport. Echter krijgen we weer een melding van iemand die is aangereden met de auto. We gaan hem eens aannemen. Nou, eens kijken waar dat is. Dat is redelijk in de buurt, maar dat is toch wel op een plekje waar we moeilijk moeten gaan landen. Maar we kunnen niet anders. Want we zijn nu eenmaal al onderweg. Of we zijn eenmaal al in de lucht en
in de buurt. We kunnen niet zomaar zeggen van hé, we gaan eerst onze auto ophalen, lijkt mij. Dus we gaan er even overheen vliegen. We gaan een zicht krijgen van de situatie. Ik zie voor mij nog een helikopter. Ik hou er rekening mee. Dat is de Zulu. Hieronder zie ik weer een ambu staan. En bij die ambu is er persoonlijk aangereden. Ik ga eens kijken of het politiebureau mij kan helpen. Vast wel. Nou. Ja. Dat moet wel lukken. We hebben hier alleen elektriciteitskabels. Waar we nu omheen gaan manoeuvreren. Dus hebben we een boom voor ons, maar daar hebben we wel ruimte. We gaan weer zo draaien. We hebben een paal rechts voor ons. Oh. En we staan op de grond. En dat is me te ver rennen, dus ik pak de politieauto wel. Tik. Even een mooie screenshot toch. Ter plaatse. Goeiedag. Hallo. Yes. Oh, ja, dat is een voetfractuurtje. Leven is, ja, heel goed. Hartslag is goed. Ademhaling ook goed. Saturatie 91%. Standaard of zo. Bloeddruk is perfect. Temperatuur is perfect. Wat hebben we een, voor een verhaal? Ook allergische insuline zie ik al zo snel. Ja. Ja, oké. Is gewoon neergevallen hier en toen misschien aangereden of niet aangereden, maar omdat ze op straat is omgekiept, zal ze misschien zullen mensen denken dat ze was aangereden. Doen even de wonden verzorgen, ook hier. En dan doen we even wat medicatie geven. Saturatie was trouwens wat laag, dus we moeten nog wat zuurstof geven. En wat medicatie voor, weet ik het allemaal, pijn en zo. En dan mag ook u mee met de mooie ambulance daar. En dan ga ik u het beste wensen. Doei meneer en mevrouw. Melding van een reanimatie binnen, maar die ga ik niet aannemen, want dan blijven we met de helikopter bezig. Dus we gaan de auto weer pakken. Dus we gaan terug richting het vliegveld, pakken we de auto. En dan gaan we daarna weer met de auto een meldingje aannemen. En zo wisselen we nog 1 of 2 keer af misschien. Tot we de automelding pakken. En daarna nog een automelding. En dan is het goed geweest en dan hebben we een beetje van alles wat gehad. We zien het wel. Ik zie jullie in ieder geval zo meteen op het vliegveld. Als we terug zijn bij de auto. Tot zo. Zo. Achterin ingeparkeerd. En we gaan maar gewoon naar de eerste beste melding die we krijgen. En dat is een upper limb trauma. En het regent. Dat is niet mooi. We pakken lekker de auto. Zitten we sowieso droog. Met de helikopter zat je ook droog. Maar ja. Misschien kunnen we de ding eens netjes voor mij openmaken. Er zit niemand, dan maken we hem zelf maar weer open.
En dan naderen we de plek waar het is gebeurd. Ja, vrij geen tram van links, mooi. Altijd even links kijken voordat je naar rechts zit te kijken of het verkeer waarvoor je stopt en van links ineens een tram tegen je aanknalt. Dat is natuurlijk niet mooi. Het is vlakbij het ziekenhuis, dat scheelde in ieder geval al. Maar ja, het grappige is, stel nou, jij wordt vol aangereden voor de ingang van de spoedeis en hulp. Kun je zeggen van, ah mooi, ben ik bij het ziekenhuis, hè? Kunnen ze naar buiten komen. Maar nee, die komen niet naar buiten, die mogen niet naar buiten komen. Die zullen dus echt, of omstanders, zullen dus wel naar binnen kunnen lopen bij de spoedeis en hulp. Dat is een tip voor jullie. Voor jullie allemaal, goedendag mevrouw. Als je ooit eens iemand ziet aangereden worden voor de ingang van de spoedeis en hulp of zo, kun je wel naar binnen rennen en zeggen, oh, er is iemand aangereden, help snel. Je kunt beter gewoon 112 bellen, want zij zeggen ook, je moet 112 bellen, wij mogen niet naar buiten komen. Dus, je zult echt wel eens een ambulance en politie allemaal voor de ingang van de spoedeis en hulp zien staan, omdat iemand is aangereden of iets anders is gebeurd. Ze zijn gewoon, ja, ze mogen gewoon niet iemand naar... Ja, ze mogen gewoon niet naar buiten komen. Dat is een regel voor... even kijken, wat zijn we aan het... meerdere bloeding, ja, blablabla. Hypotensie, lage bloeddruk heeft hij nu niet. 104 over 70 vind een mooie bloeddruk. Hij is overgefietst. Er is iemand over hem heen gefietst. Traumatreatment uiteraard. Wondenverzorging. Wat hadden we voor een saturatie? Geen idee, we geven hem met zuurstof. Ja, dat... makkelijk met ademhalen. Maar dus ja, dat maakt dus niks uit of iemand is aangereden voor het ziekenhuis. Ja, nogmaals, ambulance moet gewoon komen dan. En dus wat je kunt sowieso niet zeggen, ja maar hè, dan bel je de ambulance en dan kun je hem beter even optillen en naar binnen brengen. Want dan helpen ze hem wel. Ja, nee. Nee. Want dadelijk heeft hij toch wel last van nek of rug. En dan zit je weer iemand te vervoeren. En dat is ook niet belangrijk. Wel maar gewoon medische hulp. En ja, dat. Tenzij nou misschien, hè, weet je, stel je wordt aangereden. En je breekt je arm. En hij van, godsamme, dat deed pijn. Ik heb mijn arm gebroken, gek. En dan kun je twee dingen doen. En zeggen van, hè, zelf. Ja, trouwens, voordat ik jullie nu allemaal advies gegeven. En jij vervolgens met een gebroken nek naar binnen loopt. En... zegt van ja, maar GT5 LSB Dwarf Moor zei tegen mij dat ik gewoon naar binnen kon lopen. Nee, dat bedoel ik dan ook wel niet. Maar je kunt me voor wel bedenken van oké, okay, heb ik alleen een, of is alleen een gebroken arm, kun je misschien toch even samen naar binnen lopen bij de inroomspoedeisende hulp. Dat scheelt je toch kosten van de ambulance. Maar nogmaals, bel maar gewoon 112. Wij gaan nu naar de laatste melden van vandaag. Een voertuigongeval ergens niet zo heel ver hier vandaan. Ik moet zeggen, en ik sta er niet, natuurlijk niet vaak bij stil, maar laatst reed ik bijvoorbeeld over die hele grote brug in de buurt van een vliegveld in GTA. En toen dacht ik van, Jezus, wat is dit eigenlijk toch bijzonder dat dit zo is gemaakt, heel dat GTA. Ik weet niet of jullie er nog wel bij stilstaan, van tot het eigenlijk bizar is hoe GTA is ontwikkeld. Goeiedag, er zit niemand in deze TS. Ja, kijk die regendruppels en zo en gewoon op de straat. En dan maken die cool blue busjes en zo natuurlijk nog net wat meer af, hè, tot het allemaal wat realistisch is. Maar besef gewoon even hoe realistisch het uitziet allemaal. Ik vind dat echt wel eigenlijk heel bijzonder. En toen zag ik een bericht en ik weet niet of het echt is. Deze melding trouwens afgerond, hè, die gaan we niet aannemen. Dat GTA 5 zich waarschijnlijk weer gaat afspelen in, of GTA 6. Wacht, ik moet het even goed zeggen. GTA 6, ik las het en waar las ik het nou? Ik denk fotokanaal van ministerie van Mods. Ja, hier. GTA 6 zal plaatsvinden in Florida, in South Florida, oftewel Vice City. En dan staat er nearby swamps and cities, small islands,
Dus er zullen meerdere kleine steden omheen zijn en kleine eilandjes. Er zijn drie verschillende area's. Voertuigen en gebouwen zullen over de tijd veranderen. Dus ik neem aan tot... stel je hebt hier in GTA 5 in ieder geval heel veel constructiewerken. Zoals daarachter bijvoorbeeld. Dat is één grote constructieplaats, bouwplaats. Wat er uiteindelijk wel dus ook echt progressie in gezien gaat worden. En dan zouden er dus hurricanes, orkanen of tornado's will happen. Of could happen. Dus dat is wel vet. Zo, we zijn weer terug. Daarachter staat Emirates. Hier staat mijn heli. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik was natuurlijk nog bezig over GTA 6. Maar daar had ik geloof ik helemaal afgerond. Hij crashte. Maar ja, dat zagen jullie wel. Dus ja, ik ben benieuwd naar GTA 6. Maar nogmaals, ik vind het gewoon heel bijzonder hoe dit allemaal is gemaakt. En hoe, ja, hoe realistisch het uitziet is natuurlijk afhankelijk van je PC. Nu heb ik ook niet meer de beste PC. Toen dat tijd wel, maar nu ook niet meer. Maar ja, ik vind het toch wel heel vet uitzien. Echt jullie bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, nog geen idee. Ik heb wel een autootje erin gezet wat ik misschien eens ga gebruiken. Voor die video. Maar ik heb ook nog wat video's die half af zijn, meen ik. Dus ik moet even kijken. Maar jullie zien het vanzelf voorkomen. Ik zorg in ieder geval dat er iets klaar staat over een paar dagen. Tot dan en laat een blauw duimpje achter. Doei!